Wie de meeste volgers heeft binnen 24 uur, die wint. Jay-Z en ik krijgen 24 uur de tijd om zoveel mogelijk volgers binnen te halen. En deze ballonnen bepalen de locatie en het voorwerp waarmee wij onze video's moeten opnemen. Wie heeft aan het einde van de dag de meeste volgers en wint deze challenge? En heb je er zin in, Jay-Z? Nou, heel erg. We hebben beide natuurlijk een nieuw TikTok-account aangemaakt waar we geen volgers op hebben. Dus vanaf nu start de competitie. Maar we moeten natuurlijk eerst een naam voor elkaar bedenken en een profielfoto maken. Jouw gebruikersnaam voor vandaag is Jay op de Play. Nee, Jay op de Play? Ja. Ik ga stuk. Oké. Bevestigen gewoon nu. Ja, bevestigen. Waar? Ik heet zo. Nou, kom maar. Dan maak ik even een profielfoto van je. 3, 2, 1. Geweldig. Nee, je mag hem niet goedkeuren. Oh, jouw naam Thomas wordt... Oh jee. Thomas Kaasgraaf. Thomas Kaasgraaf. Really? Oh, niet leuk? Ja, heel leuk. Oh, heel grappig. Ik heb geen keuze hierin, hè? Nou Thomas, nu nog even een foto maken, dus lach leuk. Oh jee. Dit is een hele erge foto. Nou, dit is mijn account. Ik hoop dat ik succesvol vandaag ga zijn. Dankjewel, Jay-Z. Verschrikkelijk. Wij moeten vandaag de meeste volgers zien te krijgen. Maar jullie moeten jullie best gaan doen om vandaag de meeste duimpjes voor deze video te krijgen. Laten we de teller hopelijk op 30.000 krijgen. En laat die beneden even weten in de reacties hoeveel duimpjes deze video heeft nu jij deze video kijkt. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we dan nu de ballonnen, de locatie en het voorwerp gaan laten bepalen waarmee wij onze TikToks moeten gaan opnemen. Let's go. We gaan natuurlijk alle twee nu onze eerste TikTok opnemen. Maar deze ballonnen bepalen dus de locatie van onze TikTok en het voorwerp wat wij in onze TikTok moeten laten zien. En aan jou de beurt om de eerste twee ballonnen door te prikken. Oh, heel erg. Hier is de naald. Nou, bedankt. Succes. Het is heel scherp. Oké, jongens. Op bed. Dat. Op het kaartje staat föhn. Dus ik moet met een föhn in bed. Laten we gaan kijken wat mijn eerste ronde is. We beginnen met... Ik ga met deze. Mijn locatie is... Oh, in de auto. Nou, dat valt nog best wel mee. Niet zo gênant. En het voorwerp, dan ga ik voor deze. Oh, hoe ga ik dit doen? Een hark. Met een hark in de auto. Nou, ik ga mijn best doen. Oh, stop. Breaking news. Want meer dan de helft van de mensen die kijkt is nog steeds niet geabonneerd. En dan mis je natuurlijk de nieuwste video. Ik geef je 3 seconden om even te abonneren. 1... 2, 3. Als het goed is het nu gelukt. Welkom bij de Gewoon Thomas familie. Wat ik wil gaan doen is het volgende. Ik wil een soort life hack laten zien die nergens op slaat. Ik ga zeggen, wist je dat het heel slecht is voor je banden om over blaadjes te rijden? En dan laat ik daarna zien dat ik een hark in mijn auto heb. En dan begin ik te harken. Daarom heb ik altijd een hark mee. Het slaat nergens op. Maar ik hoop dat het zo slecht is dat het volgens trekt. Nou, daar gaan we. Wist je dat ik het altijd zonde vind om met je banden over blaadjes te rijden? Ik hoop dat het goed was. Dat was deel 1, nu deel 2. Ja jongens, mijn idee is gewoon lekker op het bed gaan zitten. Lekker met die föhn. En gewoon een beetje gaan praten over deze mooie föhn op het bed. Een soort review. Nou, ga ik dan maar gewoon? Oké. Hallo allemaal dames en heren. Jongens, nou, ik zit hier op bed. En ik heb echt een superleuke mooie föhn in mijn handen. Oké, guys, ik heb het net even geëdit. Hallo allemaal dames en heren. Jongens, nou, ik zit hier op bed. En ik heb echt een superleuke mooie föhn in mijn handen. Zo. Het is gewoon lekker voor je haar. Het geeft superveel volume. En het is gewoon lekker op het bed gewoon. Ik vind ben zo lekker mee aan het bed. Oh, wat gênant. Ik ben benieuwd hoe het met Thomas gaat. Ik ga even een statief neerzetten, want ja, ik heb geen handen verder over. Dus we gaan hier de camera neerzetten en dan krijgen we dus deel 2 dat ik de hark uit de auto haal. Als je de context van deze TikTok niet weet en je ziet de TikTok, denk je echt dat ik niet goed ben. Maar goed, dat zijn jullie al gewend van mij. Ik ben bijna gereed, maar ik moet natuurlijk wat bladeren hebben, anders klopt de TikTok niet. Ik ga even blaadjes halen. Allemaal hondenpis zit er waarschijnlijk op. Oké, ik ben er klaar voor. Even de timer. Ja, daar gaan we. Oké. Daarom neem ik altijd een hark mee. Ik sta me heel erg. Laten we hem even gaan bekijken. Ik heb hem net geëdit. Wist je dat ik het altijd zonde vind om met je banden over blaadjes te rijden? Daarom neem ik altijd een hark mee. Zo. Top. Laten we hem plaatsen. Daar gaat hij. Ik hoop dat dit beter was dan wat Jay-Z ondertussen heeft gemaakt. Nou, dat was heel succesvol al. Heel succesvol. Geef even een duimpje als je dit heel erg leuk vond al. Echt, hè? Maar we gaan nu door met de tweede ronde. Ja, nou bedankt. Succes. Daar ga ik weer. Deze, die hele lange, die gaan we daar doen. Oeh. Een dorpsplein. En dan gaan we naar de blauwe. Huppatee. Een doos. Een doos op een dorpsplein. Nou ja, heel apart weer. Oh, ik ben heel zenuwachtig. Ik ga voor deze hier.
Oh nee, oh dat vind ik nooit leuk. Waarom zit deze nou weer in? De supermarkt. Wat wordt mijn voorwerp? Mijn voorwerp is... Oh nee! Een fietspomp. Nou, oké, okay, let's go. Nou, ik denk dat ik dit een waanzinnig plek vind. Lekker gezellig, leuk met die gele zon op de achtergrond. En hier ga ik dan maar een dansje ondernemen. Leuk met publiek. Ik sta ondertussen voor de supermarkt. En dit wordt een beetje gênant, want ik moet dus met een fietspomp nu de supermarkt in. Ik heb al veel verschillende dingen gedaan, maar dit nog niet. Ik heb wel een idee. We gaan een TikTok opnemen met een sound die op dit moment best wel een trend is om op te nemen. In de hoop dat meer mensen mijn TikTok gaan zien en meer mensen mij gaan volgen. Dus laten we dat gaan doen met een fietspomp. De beste setting die ik ooit heb gehad. Misschien kennen jullie het dansje wel. Ik heb hem ook op mijn eigen TikTok-account geplaatst. Hij gaat volgens mij zo. En dan pak de fietspomp. We doen het gewoon. Ik vind het wel een beetje ongemakkelijk. Er lopen heel veel mensen langs. Maar ik ga hem nu echt opnemen. Daar gaan we. Oh, maar ik hoor niks. Het geluid zit uit. Alles gaat mis. Ik word hier helemaal zenuwachtig van. Ik ben benieuwd hoe het met Jason gaat ondertussen. Oké, dan ga ik nu mijn TikTok pakken, jongens. En dan gaan we even een dansje pakken. Het is een trenddansje. Ik weet helemaal niet hoe die heet. Dus ik ga hem gewoon even ergens neerzetten. En dan ga ik lekker dansen met de doos erbij. Waar zou ik hem neerzetten? Ja. Nou, hij is opgenomen. Laten we hem even bekijken. Oh, wat erg. Oh, die fietspomp ook. Ik ga hem gewoon plaatsen. Daar gaat hij. Hoppakee. Ik hoop dat ik nu echt volgers krijg. Wat gebeurt hier in dit filmpje? Heel raar, ik gooi die doos ook omhoog. Nou, ik vind het eigenlijk best wel leuk gelukt. Ja hoor, ik ga hem posten. Oké, guys, ik heb hem gepost. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat hij wel beter gaat lopen. Want het is een dansje. Dus we gaan zien wat ronde 3 gaat brengen. Oké, ik zit weer in de auto en we gaan kijken wat de tussenstand is. Hier is een screenshot van mijn profiel tot nu toe. Zoals je ziet, alles staat nog op 0. 0 likes, 0 views, 0 volgers. Ik hoop echt dat het bij Jay-Z ook zo is. En ik hoop dat er zo verandering in komt. Oké, jongens, even mijn tussenstand. Ja, het is echt heel, heel erg niet ontploft. Ik heb, om precies te zijn, 0 volgers, jongens. Nog 0 volgers. Wat is dit? Het loopt niet rap. Het loopt niet rap. Zo jammer. Ik moet even firewall gaan. Ik vraag me echt af wat jij net allemaal hebt gedaan. Ja, het is vreselijk. Het is vreselijk. Die van mij ook, maar misschien wordt ronde 3 iets beter. Succes weer. Nee! Wat erg. De action. Met... Er zit helemaal niets in die ballon. Dat klopt. Oh? Er zijn namelijk 2 lege ballonnen. En als er niks in zit, dan ben ik jouw voorwerp. Nee. Het klinkt heel raar, maar het is wel maar zo. Maar wat leuk. Dus wat wij gaan samen in de action iets geven. Gezellig. Geef die naam maar aan mij, want ja. Ik moet ook nog gaan kijken wat ik moet gaan doen. Valt mee in de keuken. Nou, deze is ook leeg. Dat valt best mee, dus wij gaan samen in de keuken en de action iets opnemen. Heel gezellig. Nou, laten we vertrekken. Ja. Zullen we beginnen in de keuken? Ja, we gaan beginnen in de keuken. Voor de 3e ronde heb ik als voorwerp Jay-Z. Ja. En de keuken. Hey, ik heb een briljant idee voor mijn filmpje. Echt? We gaan namelijk het volgende doen. Kijk, hier heb je een soort bord, hè. Boterkaas en eierenbord. En wij doen dus boter, kaas en citroens. Oh. Maar het wordt wel een beetje vies, want we gaan het dus letterlijk doen. Dus je mag een citroen neerleggen waar je een citroen wil, een boter... Waar je boter wil en een kaas waar je kaas wil. Oké. Laten we hem gaan opnemen. Wij doen boter, kaas of citroen. Daar gaan we. Kaas. Oké, ik leg hier een citroen neer. Nou, ik heb hem geëdit. Laten we hem eens eventjes gaan bekijken. Wij doen boter, kaas of citroen. Dit is zo belachelijk dat het misschien nog wel werkt. Hier is ons bord. Jij mag als eerst. Oké, nou, kaas. Oké, ik leg hier een citroen neer. Oh, kaas. Wat goor dit. Nog een citroen. Zo. Zo. Oh nee! Wat? Nee! Ja, jij bent. Ja! Kaas! Oh, je hebt het zo dom. Nee!
Ik had dit gewoon kunnen winnen. Nou ja, ik ga hem gewoon plaatsen. Daar gaat hij. Plaatsen. Nou, we staan voor de... Action. Ja, en we gaan dus nu voor jou een TikTok opnemen en ik ben je voorwerp. Ja, dus voorwerp, loop maar met me mee. De action is. Voorwerp, loop maar met me mee. Ja. Je gaat me niet voor schut zetten, hè? Hoezo niet? Je bent wel onaardig. Ik heb een heel slecht voorgevoel hierover. Wat gaan we doen? Ja, we gaan een dansje doen. Maar we moeten even eerst iets van een leuk accessoire pakken. Een beetje, een brilletje, een das. Het klopt, ik had een slecht voorgevoel. Je hebt iets. Ja, ik heb echt iets waanzinnig. Jongens, ik heb van die gekke vieze vurmen. Die zit vol met enge dingetjes. Maar die gaan we gebruiken voor dansje. Oh, la, la, la. Oh, gaan we die doen? Ja. Oké, nou ja, laten we een plek gaan zoeken. Dan gaan we dat voor je opnemen. Jullie horen een ander geluidje, want anders kan ik deze video helaas niet gebruiken. Dus geniet van onze danskunsten. Het was er bijna in mijn oog. Laten we hem even bekijken. Ja. Wat raar die dingen in onze Ja, handen. Heel raar. Waarom eigenlijk? Ja, ook zeer hoor. Het gaat helemaal niet tegelijk ook. Ik sla jou. Ik sla jou met die dingen. Auw. Ja, maar wat heel leuk is die geworden. Ik denk dat die best wel goed is. Posten. Posten. Gelijk Ja, nou, ik hoop dat je geen views krijgt en geen volgers. Nou, zo gemeen. Nou, hier, vang maar gewoon. Thomas is net even weg. Dus ik heb even de tijd om een tussenstand te doen, dames en heren. Ja! Ik kan je vertellen, dames en heren, ik heb 2 volgers. Woehoehoe, dat gaat zo goed. Dat ene dansfilmpje met die doos, die gaat hartstikke goed. Ja, kom maar. Ben ik al aan het winnen? Ben jij aan het winnen? Nee, ik ben aan het winnen. Ik ben hopelijk aan het winnen, nee, toch? Ik. Nou, mijne gaat best wel goed. Ik weet niet hoe het met die van jou gaat. Maar wat is best wel goed? Ja, dat zeg ik natuurlijk niet. Oh, nou word ik zenuwachtig. Maar laten we gaan kijken wat we voor de laatste ronde moeten gaan doen. Er zijn nog maar 4 ballonnen. Dat betekent dat het de laatste ronde is. Dit is jouw kans, en mijn kans natuurlijk, om deze challenge te winnen en de meeste volgers nog binnen te halen. Ben je er klaar voor? Ja. Weet je zeker? Ja. Ik heb toch het gevoel dat ik ga winnen, maar goed. Nee, dus, ik. Alsjeblieft. Ik, dankjewel. Ik ga weer prikken. Huppatee. Nee, de kledingkast. En dan de blauwe ballon even prikken. Kijken wat die zegt. Huppatee. Een kauwgomballenautomaat, jongens. Nou, hoe gaat dit in zijn werk zo? Oké. Dan blijven er nog maar 2 ballonnen over. Ik heb weinig keus. Oh, ik durf me. De dierenwinkel. De laatste ballon. Oh, dit is wel heel toepasselijk. Een Happy Cat. Nou, die heb ik hier in huis wel. Ik ga met een Happy Cat naar de dierenwinkel. Daar zit ik dan in de auto met mijn Happy Cat. Ik ga dus naar de dierenwinkel toe voor mijn laatste TikTok van vandaag. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de tussenstand tot nu toe is. Dus laten we even gaan kijken hoeveel volgers ik tot nu toe heb. Oh! Jongens, het werkt ineens. Oké, kijk mijn views. Het begint aardig omhoog te gaan. 600 views. En ik heb in totaal 12 volgers al. Het zijn er geen miljoen, maar wel 12. Ik hoop dat Jayce er iets minder heeft. Oké, jongens, de allerlaatste. Nou ja, ik moet alles op alles zetten. Kauwgomballenmachine en een kledingkast achter me. Dus we gaan gelijk er wat van breien. Jongens, ik ga beginnen. Joe, jongens. Ik heb lekker een kauwgomballenmachine. En ik zit in een kledingkast. Ondertussen ben ik met mijn Happy Cat aangekomen bij de dierenwinkel en ik weet al precies wat ik ga opnemen. Ik ga namelijk deze kat verstoppen in de dierenwinkel en dan moeten jullie hem op TikTok gaan zoeken. Ik hoop dus dat ik daarmee als laatste TikTok van vandaag heel veel volgers binnen ga halen. Hier is leuk. Ik ga mijn telefoon hier neerzetten en dan ga ik hem daar ergens verstoppen. Dit wordt een knaller, jongens. Er gaan volgers binnenkomen. Dit is wat hoop ik. Ik heb geen idee hoe ik het ga doen, maar ik doe maar gewoon wat. Daar gaan we. Ik verstop deze Happy Cat in de winkel. Laat in de reacties weten of jij hem kan vinden. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Ik heb hem geëdit. Laten we hem even gaan bekijken. Ik verstop deze Happy Cat in de winkel. Laat in de reacties weten of jij hem kan vinden. Daar gaat hij. 3, 2, 1. Ik zie hem wel staan. Ik ben benieuwd of ze ook op TikTok allemaal kunnen raden waar hij staat. Laat hem gewoon gaan plaatsen. Daar gaat hij. Mijn laatste TikTok. Ja, hij is geplaatst. Alsjeblieft. Ik hoop dat jij geluk brengt en dat dit werkt. Oké, ik heb hem net geëdit. En we gaan nu even kijken. We gaan even kijken. Joe, jongens. Ik heb lekker een kauwgomballenmachine. En ik zit in de kledingkast. Hier zie je allemaal kleurtjes t-shirts. En ik ga er nu even eentje aanwijzen. Oeh, groen. Ja, dus ik moet een groene kauwgombal eten. Mmm, lekker. Auw. Oeh. Lekker.
Oké, nou dan gaan we boos staan. En het is alweer het einde van de dag. Hoe is het bij jou gegaan? Nou, bij mij ging het eigenlijk voortreffelijk. Echt? Ja, heel goed. Oh, dan maak je me heel zenuwachtig mee. Nou, bij mij ging het wel redelijk. Het zijn hele verschutte TikToks geworden. Maar ik hoop dat het heeft gewerkt. Ik hoop in ieder geval dat Paco heeft gekeken. Dan hebben we al 1 view en hopelijk 1 volger alle twee. Echt, hè? Wij hebben alle twee net een screenshot gestuurd van ons account naar Rutger. En hij heeft dus nu de eindstand en we gaan kijken wie er heeft gewonnen. Oh, daar is hij. Oh. Met de uitslag. Wauw. Spannend. Ik ben heel erg benieuwd. Wie wil het eerst weten? Jij. Het lag niet heel erg dicht bij elkaar. Oh. Niet? Nee, 1 iemand stak er met kop en schouders bovenuit. Oh ja, daar weet ik het al. Oké, ik ga kijken. Ga jij ook kijken? Ja. Nou, ik heb in totaal 138 volgers. Is dat genoeg? Wauw. Wat heb jij dan? Ik heb namelijk 22 volgers. Wow. Yes. Zoveel! Gefeliciteerd! Dankjewel. Nou, wil je dat hier een nieuw deel van komt en dat Jay-Z dan misschien wel wint? Laat het even weten. Wil je meer van Jay-Z zien? Check eventjes zijn YouTube kanaal die nu in beeld komt. Doe even een duimpje omhoog voor deze video. En dan zie ik jullie gewoon volgende dinsdag weer met een splinternieuwe video. Nou, doei! Dag!